De grenzen van de verzorgingsstaat zijn bereikt. Als we niets doen en gewoon doorgaan op deze voet, iemand met een gemiddelde opleiding in 2040 40% van zijn inkomen aan zorg kwijt is. We staan op het punt van 3 decentralisaties. Waar we ooit centralistisch, bureaucratisch en individualistisch waren, is het de bedoeling dat we nu op lokaal niveau weer burgerschap gaan ontwikkelen. De uitdaging: meer doen met minder geld. De verzorgingsstaat van de toekomst gaat niet om het gelijk behandelen van gelijke gevallen, maar het ongelijk behandelen van mensen naarmate ze verschillen. Waar is de overheid eigenlijk nog van?